Ruben Nieuwenhuis, je bent van Dutch Basecamp. Wat is Dutch Basecamp? Dutch Basecamp is een organisatie, een stichting, die eigenlijk drie dingen doet. Wij brengen Nederlandse start-ups die succesvol willen worden in Amerika, brengen we naar Silicon Valley en naar New York. Geven ze een soort van soft landing. We zorgen ervoor dat snel groeiende start-ups en technologiebedrijven uit Amerika Nederland verkiezen voor als ze Europa ingaan, in plaats van dat ze naar Berlijn gaan of naar Londen gaan. En we zijn heel erg druk om die Silicon Valley mindset, met een Nederlandse, noem het maar flavor, Nederlandse kant, om die hier ingebed te hebben. Voorbeeld, we willen graag dat VC's in Nederland een vraag stellen, niet over cashflow, als het gaat om start-ups, maar naar de groeiparameters. Dus dat zijn de drie dingen die we doen. Doen we met een mentoringnetwerk die we hebben op allerlei hubs. We hebben events, Silicon Valley Fundamentals, waarbij we sprekers en entrepreneurs uit Silicon Valley en New York hier naartoe naar Nederland te brengen. En we doen bootcamps, dus we brengen bedrijven richting New York en richting Silicon Valley. Zoals we volgende week een medische start-ups brengen naar Silicon Valley. Komen we straks, gaan we daar straks even dieper op in, op alle drie van die punten. Jullie zijn bij dit Dutch Open Hackathon betrokken. Hoe en waarom? Scout Hermans van KLM, een van de initiatiefnemers, die belde mij op en zei, wie in Nederland heeft er echt verstand van hackathons organiseren? Want die willen we graag spreken om te kijken wat we moeten doen om het goed georganiseerd te krijgen. Toen was ik zo brutaal om te zeggen, in Nederland hebben we eigenlijk niet echt één expert of de expert. Die zitten in de valley, want daar is het een tweede natuur of een cultuur. Dus wat ik kan doen is je verbinden met een aantal mensen al daar die het vaak hebben gedaan. Zowel externe hackathons, global hackathons als interne hackathons. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb hem verbonden met een paar mensen daar. Zodat we hier een goed event kunnen neerzetten. Ja, hey, en even over, dit gaat over data beschikbaar stellen, de zogenoemde API's. Het gaat eigenlijk over bedrijven die zichzelf openstellen daarmee. Ja. Waarom is dit een belangrijke trend, dat openstellen van data? Nou, uiteindelijk gaat het over, in je eentje kun je niet meer, zal maar zeggen, snel genoeg innoveren. Dus het is innoveren met buitenstaanders, open innovatie. En data is een van die instrumenten die je hebt en een van de middelen die je hebt om weg te geven, om te delen. Ja, en als dan de buitenwacht gaat meedoen in jouw innovatiesnelheid, dan kan dat opeens heel vlug gaan. En het leuke hier is dat we verschillende datasets en verschillende API's hebben, waardoor hackers en programmeurs echt kunnen combineren, een mashup kunnen maken. Dat is heel spannend wat daaruit gaat komen. Ja. Wat ik nog wil toevoegen is dat je nu al ziet dat er echt ontwikkelaars van het buitenland naar Nederland komen en gaan mee ontwikkelen. Dus echt die externe innovatiekracht vanuit allerlei innovatiehubs is opeens voor Nederlandse merken beschikbaar. Hey, en waarom is het belangrijk voor die developers? Want het is natuurlijk lekker makkelijk voor al die bedrijven, 400 man die voor jou gaan werken voor niks, hè? Voor pizza zeg maar. Ja, en ik zag ook nog wat mooie prijzen. Ja. Iets met Lego. Ja. Ja. Ja, kijk, uiteindelijk gaat het over een aantal dingen. Als je vraagt aan de programmeur waarom doe je mee? Gezien worden. Sommigen willen op hun expertise gezien worden en eventueel gehunt worden of gerecruit worden. Dat is een van de redenen om mee te doen. Een tweede reden is dat ze echt bezig zijn om iets te ontwikkelen wat ze eventueel zelf commercieel kunnen exploiteren. Via een app in een iStore of in een Play Store. Dus is het voor hun niet zozeer het gratis iets doen voor een TomTom of voor een Albert Heijn, Ahold of voor KLM of voor anderen. Maar hun eigen business, bezig zijn met hun eigen business. En dat doen ze op basis van, in dit geval API's of datasets van bedrijven. Dus dit zijn drie zomaar redenen voor programmeurs, ontwikkelaars om hier te zijn. Dus het is niet zozeer vanuit gratis, maar het zijn mensen die gedreven zijn door innovatie, vernieuwen, oplossingen voor problemen ontwikkelen. Ja. Hey, eventjes terug naar de drie onderwerpen die je noemde qua Dutch Basecamp. Nederlandse bedrijven naar Amerika brengen. Waarom hebben die hulp nodig? Ja, laat ik vooropstellen dat het doel van Dutch Basecamp is dat ze hier blijven met hun hoofdkantoor. Want we willen niet Nederlandse bedrijven weg hebben uit Nederland. We willen ze juist hier houden. Maar het gaat natuurlijk om een tweede of derde markt die ontzettend groot is. Dat is één. Twee, in sommige gevallen zitten daar, noem het maar, puzzelstukjes van een technologische oplossing waardoor ze echt daar in een ecosysteem moeten landen. Ja. Talent, het hebben van talent. En waarom is dat? Waarom hebben ze hulp nodig? Uiteindelijk moeten ze het helemaal zelf doen, maar dat gaat vaak gepaard met een hard landing. Het hard leren.
En dat kan, veel fast, veel often. Maar wij helpen ze iets zachter te landen door het beschikbaar stellen van een mentorennetwerk. Waardoor ze Nederlanders al daar, die ervaring hebben van de do's en don'ts, dat ze die kunnen benutten. En dat gaat van praktische zaken als visa en bankaccount en payrolling. En dat soort zaken, waardoor je al goed voorbereid aan kan komen. Als ook, hoe pitch ik? Hoe bereid ik me voor als ik bij een VC aan tafel zit? Welke vragen stel ik aan een talent? Hoe moet ik mijn optie verhaal vormgeven om goed talent te trekken? Nou, dat zijn allemaal belangrijke zaken om sneller je echt bezig te houden met het ontwikkelen van je product of markt. En dus sneller groeien en dus eerder winnen in de global race. Kun je al successen noemen? Nou, we hebben een mooi bedrijf, App Machine. Dat is een Nederlandse IT-partij die mobiele apps beschikbaar stelt. We hebben het hier over een hackathon, maar daar gaat het over non-coding. Dus mensen die een app willen maken. Ja, je kan heel makkelijk zelf een app samenstellen. Ja. En de CEO die wilde expanden op een aantal plekken in de wereld en wilde Silicon Valley in, wilde Amerika in. En die hebben we twee weken een soort van exploration camp gegeven met allerlei partijen, met allerlei experts in verbinding gebracht. En die zijn geland, die hebben nu een Amerikaanse partner en zijn daar enorm aan het groeien. En ik hoorde vorige week dat ze inmiddels 100.000 betalende klanten in het Silicon Valley omgeving hebben. Dus het is een van de succes op, noem het start-up gebied. Een ander succes, we hebben de handelsdelegatie begeleid van burgemeester Van der Laan, Amsterdam. Ja. En daar hebben Nederlandse corporates, zoals een KLM, een Rabobank, hebben we verbonden aan LinkedIn, we hebben ze verbonden aan Twitter. En daar zie je nu dat er experimenten zijn met LinkedIn en met Airbnb en Nederlandse corporates die ze hier in Nederland als eerste uitvoeren en niet op andere plekken. Ja. Hey, en je zei, en andersom willen we dat meer buitenlandse bedrijven voor Nederland kiezen in plaats van voor bijvoorbeeld Berlijn. Wat voor argumenten geef jij hun waarom ze hier zouden moeten gaan zitten? Ja, nou, er zijn er vrij veel. Zo'n 15 hebben we. Op een gegeven moment ga je kruisen. Ga je scoren. Kijk, vooropgesteld, elke keer heb je een ander argument. Tesla, die hier naar Nederland is gekomen, hier het hoofdkantoor in Amsterdam. Maar in Brabant, een distributiecentrum, dan kun je op heel specifiek bijvoorbeeld die logistieke kwaliteit kun je een verhaal maken. Soms gaat het over expertise hebben, hele unieke, noem het maar een hoogleraar of een stel studenten die de reden is om voor een partij om hier te komen. Waar wij nu steeds meer in, noem het maar een bijdrage in zijn, is zeggen van, hoe kunnen we als Nederland een launchpad zijn, testpad, hoe je het wil noemen, waarin Nederlandse corporates, Nederlandse organisaties meehelpen in de business development. Dus een eerste klant zijn, een lead partner zijn. En dan kan zomaar een Heineken of een KLM kan dit soort bedrijven Europa inbrengen. Dus we verkopen, los van talent, los van legal, verkopen echt de business development kant en de klantkant. En ik vind dit hackathon is een heel mooi voorbeeld van dat signaal. Ja, hey, voor het geld hoef je niet naar Nederland te komen. Als je investeringen wil, kun je beter naar Amerika. Ja, dat is iets genuanceerder. Als je het hebt over angel geld, dus seed kapitaal, is in Nederland echt veel beschikbaar. Sterker nog, daar zie je dat de investeerders, de angels, zeggen van, goh, we hebben een gebrek aan goede entrepreneurs. Als je het hebt over groeigeld, dus tussen 2 en 5 miljoen, daar waar er een product market fit al is, daar is echt een probleem. Dus dat groeigeld, dat is in Nederland wat slechter voorhanden. En daarvoor kun je naar andere plekken. Maar ik vind dat we als Nederland eigenlijk daarop in moeten zetten. We hebben nogal wat geld op allerlei plekken. Dat we dat wat meer naar echt snel groeiende start-up moeten laten gaan. Waarbij we wel heel streng zijn van, oké, waar heb je het geld voor nodig? En wat heb je al bewezen onderweg? Ja. Hey, je zei, een ander ding wat we willen is, wat van de mentaliteit, de Amerikaanse mentaliteit, gecombineerd met een Nederlands sausje hier naartoe brengen. Vertel daar eens wat over. Je zei van, we moeten af van, we moeten de groeifactor van, moet belangrijker worden dan de geldfactor in een bepaalde fase. Ja. Waarom? Ja, kijk, dit is meer een voorbeeld van hoe ik onder andere investeerders help om te denken in de lean startup aanpak. Hè, die fase en hoe een serie A, B en C en waar die op gebaseerd is. Dus in, met name Silicon Valley zijn ze daarin vrij gestructureerd wanneer je geld krijgt op basis van welke parameters.
En daarin hebben investeerders hebben ook echt een verantwoordelijkheid om start-ups goed te sturen. En wat je in Nederland nog heel erg ziet is dat investeerders, en dat zijn ook banken en ook corporate venture capital, sturen op het grote idee en of ze goed onderweg zijn op het uitvoeren van het plan. Terwijl in Amerika men elke keer kijkt van is er gevalideerd? Zijn de metrics op orde? Is er de groei die we voor ogen hadden? En daarin ook helpen en het netwerk beschikbaar stellen. Dat zie je echt bij een investeerder als Andreessen Horowitz. Dat niet zozeer het kapitaal daar echt van belang is. Dat is er afdoende aanwezig. Maar met name hoe ze ondernemers helpen in het versneld groeien. Dus dat is, ik wil zeggen, één antwoord op de vraag. Twee, er is geen tijd te verliezen. Weet je, als je nu in competitie gaat op een product of op een oplossing, heb je te maken met mondiale concurrenten. Dus je moet in de snelheid mee. En in de Valley is het echt 24/7, is het 7 dagen in de week, is het, gaat het echt over extreem goed in je, noem het maar, oplossing de dingen ontwikkelen. Nou, die mindset, die scherpte, die snelheid, die push forward. Dat is wat we, wat mij betreft, in Nederland echt moeten omarmen. En dan gaat het dus ook over je medewerkers een onderdeel laten zijn van je bedrijf. En daarmee laten mee ondernemen in plaats van je mensen in loondienst nemen. Dan gaat het ook, als laatste voorbeeld, als je een techbedrijf hebt dat niet voor een deel outsource aan ICT-partijen of zelfs nearshore die delen van je oplossing bouwen, maar mensen in-house hebben en ze echt een onderdeel maken van de uitdaging, namelijk het veroveren van de wereld. Ja. Hey, dat zijn best 3 grote ambities die je in 1 stichting verenigd hebt. Ja. Met hoeveel mensen doe je dit? We hebben nu een club van 7. En dan heb je het echt over mensen die verantwoordelijk zijn voor taken. Dus we hebben een event manager die alle events organiseert. We hebben een mentoring manager die de mentoren hubs creëert. Een soft landing manager. We hebben allerlei mensen die de dingen doet. We zijn overigens een stichting. Dus het is ook nog eens een keer vanuit een non-profit dynamiek dat we het doen. Maar wat je ziet is dat Nederlanders elkaar echt willen helpen. En uiteindelijk gaat het erover zijn voor die eerste 3 maanden soft landing. Het gaat over, op een gegeven moment moet je dat doen vanuit jezelf. En wij zorgen dat door je in verbinding te brengen met de netwerken daar, opeens die versnelling komt. Dus we doen het uiteindelijk nu al met 100 mensen, zowel in Nederland, zowel als in New York, als in Silicon Valley. Ja. Je bent actief 7x24 in een profit wereld. Waarom zijn jullie dan zelf non-profit? Ja, dat is een soort van gegroeid, want dit doe ik dan naast mijn werk. Overigens heb ik inmiddels een managing director aangesteld op Dutch Basecamp, zodat Dutch Basecamp in de core de dingen kan doen zoals ik ze net heb gezegd. En daarnaast zijn we als Dutch Basecamp alweer andere dingen aan het doen. Zoals de hackathon zijn we aan het bijdragen. We zijn over een aantal weken is Code Week, de European Programming Coding Week. Nou, daar gaan we codeuur doen. Dus daar brengen we op basisscholen, groep 8 door heel Nederland, gaan we programmeurs in de klas brengen om jonge mensen een uur te gaan laten programmeren. We zijn bezig met een, zoals dat heet, Lead Partnership initiatief. Waarbij we Nederlandse corporates en grote organisaties zichzelf presenteren als een lead partner. Ook voor buitenlandse bedrijven. En dat zijn allemaal dingen die gaan niet zozeer vanuit profit. Dat is echt missie gedreven, visie gedreven. Waar ik met mijn team en mensen mee bezig ben, is Nederland een stukje voorwaarts brengen. Zorgen dat het start-up ecosysteem in Nederland daadwerkelijk groeit. En het liefst wat sneller dan om ons heen. Zoals in Londen, zoals in Berlijn. Omdat de komende jaren gaan we daarin wel of niet winnen. En dat kan in mijn beleving echt alleen maar vanuit een non-profit, zoals ik hem gezegd heb. Maar daar zitten allerlei profitbedrijven omheen die wel hun, noem het maar, diensten daarin geven. Ja, want zeg maar, jij werkt dan weer samen met de Rockstars en dat soort clubs. Dus ik heb een verbinding in Kennispark Twente en Brainport en Launch Café Groningen en ECE in Rotterdam. Dus ik probeer alle accelerators, incubators te verbinden en content beschikbaar te stellen. Ik heb een bestuur ook waarin deze zijn vertegenwoordigd. Een autonome, noem het maar, middel voor hun om die verbinding te maken. En wie maken je stichting mogelijk? Dat is voor een deel ikzelf. Gewoon tijd, zweet en heel veel mensen die hun zweet en hun netwerkkapitaal inzetten. Het ministerie Economische Zaken heeft op een gegeven moment gezegd, dat vinden we zo'n mooi initiatief. Laten we het mentorennetwerk en de events ook voor een deel financieren. Dus we hebben een financiering voor 3 jaar om dat mogelijk te maken. Ja, en in al die soft landing diensten en bootcamps zoeken we naar, als een lean startup betaamt, naar een model wat financieel te dragen is. Dus af en toe bel ik, maak ik een rondje langs veld. Ik heb hier nog €500 nodig om een school gesponsord te krijgen voor een codeuur. Dus het is een combinatie van
geld vragen voor de diensten die we leveren. En ja, sponsoren en fundingpartners die dat mogelijk maken. Ja. Hey, als een man die met innovatie bezig is, je hebt dit t-shirt, neem ik aan, met zorg gekozen. Nou, vanaf, wel toen een ik Apollo 11 t-shirt. Ik zal, ja, het is, dan moet ik even denken, het is een Nederlandse start-up. Einstein heet ze volgens mij, House of Einstein. En die brengen dan kleding. Hè? Dus dan zeg je, neem je een lidmaatschap en dan komen ze met een doos kleding elke maand. Dus deze zat daartussen en die vond ik dan. En dan mag je overigens House of Einstein, dat is hem. Ja. Dus deze heb ik maar gehouden. Ja, dat is een mooi voorbeeld van innovatie. Ja. Maar leg nog even iets uit. Want een deel gaat weer terug, begrijp ik, van die kleding. Nou, het is een start-up die weet dat mannen kleding uitzoeken. Het is een soort van de krat van kleren, of niet? Dat is een mooie vergelijking. En dan krijg je een krat. En dan, in mijn geval zat er zo'n 40% was ook echt een match. De rest heb ik teruggestuurd. Daar is helemaal niet moeilijk over. En zo, kledingkast. En maken ze dan, dat weten ze dan, dus wordt het beter? Dus is het wel een zelflerend systeem? Gaan ze je smaak begrijpen? Absoluut. En het is ook, hè, dan heb je contact van, goh, waarom heb je deze teruggestuurd? Want dat vond ik een heel mooi shirt. Nou, dan leg ik uit, mijn klanten willen toch op een andere manier dat ik gekleed ga. En ik vind dan zwart ook wel mooi. Een soort van eentonigheid. En niet hoeven nadenken over kleding. Dat is, dan kun je nadenken over andere zaken. Ja. Oké, heel ontzettend bedankt. En we spreken elkaar wellicht later dit weekend. En anders absoluut een andere keer weer. Hartstikke goed. Succes, dankjewel. Dankjewel. Bye.